En Penny en Helmy Hendrik, die komen uit het Brabantse kastel met hun veldponies. Ze hebben twee veldponies, Sam en Scott. Het zijn twee ruinen van 17 jaar oud. Ze gaan hier eerst even over het parcours lopen. En de veldpony is van oorsprong een Engelse pony. En ze lijken op de Fries, maar de stokmaat die is 1,42. Ja, en het startsignaal heeft geklonken van jurylid Peter van der Kooi. En ze zijn van start gegaan. Ja, en hoe gaan we de koers? Nou, we zien een aantal pionnen staan. Die staan op een iets ruimere afstand dan de breedte van het rijtuig. Daar liggen balletjes op. En die pionnen die moeten in vol worden genomen. En dan is het ook nog de bedoeling dat die balletjes mooi naar liggen. Nou, we zien daar behendig doorheen gestuurd worden. Kijken hoe dat gaat. Ze hebben met het koeren gelopen. En toen ongeveer in de schat hoe dat zou gaan. Ja, en dan is het natuurlijk als eventjes de vraag of het ook lukt. Als je eenmaal aan zo'n aanspanning bezig bent. En of je dan jouw span daar doorheen krijgt. Ja, inmiddels zitten ze al in de recess. Een hindernis is wat wij noemen een samengestelde hindernis. Een hindernis zoals we zo zien op de marathonwedstrijden. Daar zijn een aantal poorten in en die zijn niet genummerd, maar die zijn geletterd van A tot en met F. En die moeten ze in de juiste volgorde nemen. Deze rode bordje rechts, witte bordje links en dan er doorheen draaien. Ook die hebben ze gelopen, want hun weten hoe dat die aanspanning gaat. Hun weten hoe dat die aanspanning bent. Gaat hij wat makkelijker linksom, gaat hij wat makkelijker rechtsom. Nou, dat is een vrije keuze, als je maar in die goede nemen. Inmiddels zet hij zich al wat aan, want hij wil natuurlijk wel harder. Ook die palen zeker niet dragen, want als er een balletje vanaf gaat, ja, dan kost dat 5 strafseconden. En denk eraan, dat is echt heel veel. Dan moet je me niet rijden. Ja, hij gaat erin is en dan naar 7 toe. Moet het naar de pony 7 aangaan en in de rechterwending door naar 8. 8, kijk om hem heen, dan moet hij een soort rollback maken. He, dat is een verwijderheid wat de parcoursbouwer iets van God iedereen heeft gezet. Dan gaan ze naar 9 toe. En dan ook het water af weer volgen op met die. En dan is het een hele lange lijn. Een lijn waarop ze vaart kunnen maken. Hij moet op zijn polies aan. Kijk, de stroom achterop dat is houden. Je mag ze aanmoedigen. Op weg naar de finish. Deze aanvang, de eerste aanvang, de middag bij de meiden. Rassen en gefinish. Ja, en dan gaan we eens even vragen wat die tijd dadelijk is. Ik loop even naar de jury toe. De tijd is 1,44,75. Ja, ik stel of niet. We weten het nog niet. Want bij de strijdtijd rassen gaan we verschillende rassen bekijken natuurlijk. Hier hebben we Jan, Risk en Anouk. Zij rijden met Sirene en twee van Bergkepan. Bij de ponies lopen twee van Z-pressuur en Z-vaardigheid. Ze zijn 5 keer op de Hippiade uitgekomen. Hele goede resultaten. En zij gaan zo starten aan hun race. Ja, van de fluitsignaal heeft geklonken, er is gegroeid en ook hun gaten van aanspanning. En kijk eens, wat we hier zien natuurlijk weer een heel ander formaat. Hier zien we die ergere, sterke jetten, ze worden ook nog turbo-jetten genoemd en zo snel als ze zijn. En ze gaan gelijk in volle galop, hoor. Ze hebben natuurlijk net die tijd gehoord die de meerders neer hebben gezet en die tijd wil ze gaan verbeteren. En dan moet je wel hard gaan, want die passen zijn natuurlijk wat korter. En dan moet je zeggen, één galop daar doorheen en daaruit maken. Maar ze hebben de voordeur, ze zijn klein en ze zijn wendbaar. En dat laten ze nu al zien, kijk hoe mooi dat ze daar door die poorten heen gaan. Hoe makkelijk dat ze daar mee te draaien. Maar ja, dan moeten we natuurlijk allemaal nog eventjes helemaal weer goed gaan. Nou, we gaan gewoon even kijken. En Jan is hier perfect doorheen. Dan al inmiddels in de 7 in de poort genomen. Blijft helemaal binnen door. Ja, dat gaat de condensieel opleveren. Dat is heel mooi gedaan. Ja, waar we net de veldpony zo wat buitenom zagen gedaan, zien we hier. En dat kan natuurlijk met een klein aanspanning binnen door. En kijk eens hoe wacht is opstaan. Hè. Die moet het feit aan evenwicht houden. Die moet zorgen dat alles recht blijft. En eventueel die rijden ook nog een aanwijzing geven om dat mee te rijden. Ja, dit gaat lekker vlot. Door die hindernis heen, zichtzagend, al die poorten nemen. Ja, de jurytijdstuur is dat goed, want nemen ze in de poort 20 seconden. Nou, dat is nu heel erg veel, maar ze hebben gezet hoor. En ze zijn het gewoon, en zeker als je al zo vaak die jaren hebt gereden. Ja, op naar de laatste gedeelte van het parcours. Allee, en dan gaan we pal vanaf, dan weten we dat er dadelijk 50 seconden bij komen. Nou, zaak om natuurlijk nog meer door te rijden. Ja, we rijden trouwens vanmiddag over 2 matches. Ook de tijd van de tweede match wordt hierbij opgeteld. Dus je moet over 2 matches. Kom op. Hetzelfde regelen. Eén balletje hoeft nog niet te betekenen. Als je maar doorrijdt. Als je maar doorgaat. Nou, en dan gaan ze gewoon weg. Daar naartoe. Voor de zaal op het moment dat ze naar die binnen toe gaan. Ze komen eraan. En stap je maar mee. Ja, zo over die finish. En ja, prima. En gefinish. En we gaan de tijd heel mooi, Jan, Risk en Anouk. En er wordt natuurlijk straks gekeken, het gaat over 2 maandjes.
Dus de tijden kunnen we wel bekendmaken, maar uiteindelijk zal de jury die telt het bij elkaar op. En dan weten we, deze spannende strijd, wie de sterkste van de snelste van de rassen is. Ja, en de tijd. Maar dit doosje van de 1.44.67, er komen dan nog wel 10 seconden bij, komen op 1.44.67. En dan zijn ze, staat een fractie sneller dan de eerste aanval die dat deed. Hè. En hier is de kleine bordje, ondanks die twee vallen. Ja, en dat was dan nog steeds voor die volgende bij. Want dan zijn we natuurlijk dus redelijk benieuwd hoe dat ze dan de rij stootje gaan houden, als ze dan wel zo goed uit kunnen komen. En inmiddels komt de volgende aanvalling op. Appaloosas hebben we al aan. Appaloosas. Dit zijn de Appaloosas van Anneke Kremers. Anneke Kremers, 32 jaar oud, woonachtig in Dinsdraak en samen met een vriend. En zo gezien hebben ze de paardjes. De ponies heten Lynx Eagle, ruim van 10 jaar. De auto's zijn niet echt bekend. En rechts hier zit daar van de Withoeven en die is 6 jaar oud. Ze doen met samengestelde bandwedstrijden en vorig jaar zijn ze gestart in klasse 1. Dus dat belooft ook wat. We hebben hier de top van de top van de verschillende rassen. En we gaan kijken wie wordt uiteindelijk de snelste. Ja, en dan gaan we kijken hoe die Appaloosas hier door dat parcours heen gaan. En dan gaan ze aan de start en op dat moment wordt de grote meter ingedrukt. Op het moment dat die paardenhoofden daar doorheen komen, dan gaat de teller lopen. En dan is er nog maar één ding. Van Roosrijen en dan natuurlijk zo goed mogelijk presteren en kijken of die tijd zelf gaat. Nou, dit gaat tellen. Je kan zien dat ze goed op race zijn. Hebben natuurlijk al enkele wedstrijden in de benen, want het wedstrijd is in volle gang. En ja, tegenwoordig die vaardigheid, die moet je blind doorrijden. En dan gaan we doorheen. En dan gaan we kijken waar ze toe gaan. En in de hindernissen. Ja, dat parcours zit er dan zo'n beetje om. En die draaien ook mooi binnen door. Neem je net een beetje andere wendingen dan we net hebben gezien. Maar kijk eens hoe mooi dat het ingelopen blijft. En die oortjes naar voren van die ponies. Omswingen in de linker en de rechtergelop. Mooi er doorheen gaan. En feilloos gereden. Eigenlijk lijkt het of het helemaal geen moeite kost. Maar denk eraan, dit is concentratie voor de ponies. Met als groen, want het is een hele teamsport, hè, dat aangespannen rijden. Mooi die PPK's door die hindernis heen slingeren. En kijk of al die poorten neemt. Ja, en eerst poort A, dan poort B. En dan pas weer door poort A heen. Want je moet ze in die goede volgorde doen. Maar de hindernis is alweer verleden tijd. Want ze zitten in het laatste gedeelte van het parcours. En dan weten we, als we die laatste lijn gaan nemen, als we 9 gereden zijn, dan mogen ze zien gaan. Want dan hebben we die hele mooie lange lijn naar de finish. Het parcours waar we daar uitstekend keren zijn. Geeft nog die rechts aan op. En gaat ze daarna die finish toe. En ook weer jullie aanmoedigingen voor deze aanvalling Appaloosas. En schitterend gedaan, Anneke, heel netjes. En als je kijkt hoe snel en wendbaar deze ponies zijn, dat is echt ongelooflijk om te zien. Maar nou gaat er dadelijk nog een extra geweld aankomen. Geweld hier op Royal Caribbean Beach. En het is de strijd die er wel kan zijn. Wie is het snelste paardenras? Ja, en we gaan dadelijk kijken naar de Friezen die er aankomen. Die komen er tussendoor. We gaan eerst de tijd even doorgeven. Ewan, wat is de tijd? Ja, ik hoor een hele snelle tijd van 1.22.18. Ja, dat is knassig erin hoor. 1.22.18 en dan zien we hier het tweespan van de Friezen aankomen. Ziet ook nog eentje heel statig hier binnen komen lopen. Even spaarderen voordat zij ook gaan strijden om het snelste paardenras hier op Royal Caribbean Beach. Ja, en die prachtige Friese aanvaring, die hun hevige paarden, die elegante, de parels van het Hoge Noorden. Daar ook even fluit voor geklonken en we gaan kijken hoe hij dat parcours hier gaat afleggen. Ja, we hebben net een zo rustig en kwetsbaar zijn. Ja, dat heb ik met paarden voor, dit paard was groot gepast. Maar ja, je zou wel heel uitgekiet moeten rijden, hoor, wil je dan toch van die ponies af gaan komen. Nou, we zien dat heel goed gedaan. Hij gebruikt het parcours echt de eerste keer om een keer goed daar nog heen te kijken. En te kijken hoe zijn ponies, of hoe zijn paarden lopen. Ja, hier mag je natuurlijk niet meer van ponies spreken. Maar ja, zeker met zo'n aantal paarden moeten die ballen natuurlijk mooi op de plaats blijven liggen. Ja, en je moet die mijnen dus ietsje groter en ietsje verder uitrijden. Want je moet weer goed voor die poorten heen komen. Maar dat gaat hier prima doorheen. En we zitten inmiddels ook op de helft van het parcours dadelijk weer die hindernis 5 gaat passeren. En dan gaat hij op weg naar die hindernis die de parcoursbouwer die van Hockey volgens weer heeft gezet. Denk daar een korte draai te nemen en dan zie je dat het aanvalling even terugvalt.
Ja, dan moeten we weer opnieuw gaan. Ja, dat kostte natuurlijk even een paar seconden, maar hij is inmiddels weg. Voor de eerste poort van de samengestelde hindernis heen. Een hindernis waar het de manier van rijden vrij is, maar waar je wel die poort in een goede manier moet nemen. Want schiet je nog een verkeerde poort in, ja, dan moet je dat herstellen. Dan ben je iemand door zijn poort heen geschoten. Fluitsignaal van de jury. En dat wil zeggen dat hij een doorgang even opnieuw goed gaat nemen. Ja, daar wordt allemaal prima op gelet. En of dat weer goed hersteld kan worden. En ik hoor net uit betrouwbare bron dat het de eerste keer is dat zij dit doet. Nou, en dan als we dat zien, dan zien we wel dat hij heel behendig al door die hindernis heen gaat. Hè. Ja, want dat is natuurlijk thuis trainen op de fiets. Maar ja, het echte trainen kan je doen op de wedstrijd. Want daar staat het opgesteld. En dan zeker op zijn entourage als hier op de Engel event bij de Royal Canadian Beach. Is het natuurlijk prachtig als je dan zo'n mooi parcours voor je ziet staan. En met zeer veel precisie worden dit Friesespan door die hindernissen heen gestuurd. En dan gaat hij ook een weg naar het laatste gedeelte. Mooie weg naar zeven. Heel slim natuurlijk dat hij daar mooi in die draf probeert te houden. En want dan heb je wat overzicht erover. En dan kan je daar goed op inzetten. En hij gaat inmiddels met zo'n verneinige wending terug. En dat doen we tegenwoordig de rollback. Hebben ze een beetje afgekeken van het pesten en rijden. Zie je het ook heel vaak in de sprinkelkoersje. En daar wordt zo'n vaardigheid zoals we hier hebben staan ook heel vaak mee vergeleken. Hè? Het is eigenlijk wat de springruimte doen over al die hindernissen. Toen onze samengestelde manager hier tussen de pionnen in. En het balletje is mooi laten liggen. Dat gaat volgens mij helemaal goed. Hij gaat op weg naar de laatste poort. En dan op weg naar de finish. En dan wordt hij dan afgekocht door onze jurylid Peter van Kooi. En geef hem een ander. Een soort van power horses. André Bekkers en groen Jenny van Oost. Rijden dubbelspan met trekpaarden. Nemen deel aan het wedstrijdseizoen. En doen samengestelde wedstrijden. Speciaal voor paarden zwaarder dan 650 kilo. Dat is het nogal wat. Ze gaan meedoen met onderdelen dressuur, afstandswedstrijden, op vaardigheid en behendigheidsproeven. En ook zulke kolossen, zulke krachtige paarden en zulke powerhorses doen mee. En we gaan kijken wie de stelste ras is wat we hier binnenkrijgen op Royal Caribbean Beach. Ja, dit is gaaf. Oh, kijk eens die kolossen die daar voor die kar gaan, die dat in beweging zetten. Het hele lichaam erin gooien in de strijd. En dan moet je maar eens denken, en paarden toch vlug, ik denk tussen de 900 en 1000 kilo. En die worden dan daar zomaar even door de ronde gestuurd. Op twee van die dunne lijstjes. Kijk eens eens reageren en kijk ze doorgaan. Fris in de wind, galopje erin. Ja, tegenwoordig een hele sportieve strijd gaan tussen die koudbloeder. Ai, daar wordt even een pionnetje gemaakt. Nou, dan weet je ook weer wat iets te doen staat. En dan die samengestelde hindernis heeft. Kies de vorige week in de andere lijn richting A aan te nemen. Groen hier achterop staan. Geef die kar nog een keer extra. Zet die zelfs zeker niet langs die paal aan staan. Want ook op die hindernis liggen alle balletjes. En ook dat zijn natuurlijk die verwijderde 5 seconden die hier in de broek wil hebben. Ja, kijk die paarden mooi gelijk op werken. En dit doen we een bruin en een schimmel of een Engelse aanspanning. En Engeland was het heel gewoon dat je zo met twee kleuren paarden deed. En hier maken natuurlijk niet uit als die paarden maar goed hun werk doen. Ja, we zien trouwens de deelnemers allemaal helemaal in marathon uitrusting. Dat is omdat ze naast elkaar een lekker zelf niet kunnen rijden. Dit is ook een samengesteld parcours. Maar nu gaat hij op weg naar die finish toe. En kijk dat hij staat. En jullie, applaus! De OZE wordt er genomen. Dan moet hij daar, die bij de Kijk, dat stap op, dat is een helemaal weg. We zien hier ook 10 groepen in de fiets komen. Dan gaat hij op de orde. En dan het laatste stuk. Dat hele hoge de weg neerlaat. Maar die man die blijft liggen. Ja, gelukkig moet je erbij hebben. En we gaan door.
door naar voor nummer 10. En dan omweg naar de finish. En dan gaan we kijken wat die tijd gaat worden. En moedige maat van de komen, de filmpodius. Juist. Ja. En dan hebben we een tijd van 133,66. Ja, en dan is hij nog wel 5 erbij. Dus dat dan wordt het 135. Maar een hele mooie snelle tijd. En die snelle tijd is natuurlijk ook dat we gaan kijken naar de Shetlanders. We gaan hier kijken naar Jan, Riss en Anouk. En we hebben gisteren hier een krantenjournaal team gezien. Kinderen van 6 tot 14. Die knallen hier op de fietsen. Ze kunnen zo snel zijn, want het zijn eigenlijk wel hele kleine powerhoortjes. En Jan, Riss, die gaan we laten zien. Met twee van samen met Anouk als groep achterop. Ja, en weet dat hij natuurlijk nog een klein beetje tijd in moet halen om die als moeder die waar in is. Maar hij is heel erg snel. Dus hij weet wat hem te doen staat en hij zegt, kom, ik ga er niet los door. Maar daar is vliegend vlugge vaart, die ziet ze bijna niet op de bijmaken te rijden, langs die witten. En dan een mooie met die vlugge vier. Ja, die is wat goed hoor. Die is wel prachtig. En dan gaat hij op die vliegende. Hij staat vloeiend en los. Hij is volgens die vliegende ruimte, maar weet dat kan ik niet zitten blijven. En dan gaat hij gewoon maaien. Met zijn vliegende moeilijkste keertje aan. Maar ik kan je zeggen, het is een verplicht hoor. Van de zijkant kunnen wij die letters een plek zien staan, maar als je in zo'n hindernis staat, dan komen ze zo vertraagde vlucht bij je aan. Maar die rijders, die weten wat ze te doen staan. Die doen dit vaker, die oefenen, die zijn bezig, die rijden vaak in wedstrijden. En dit gaat prima hoor. En kijk, in volle concentratie, helemaal mee zitten. En we zien als het ware die rijden een beetje in die berichten zitten, op de rijtuig zitten. En dan gaan ze door, en dan gaan die door de F volgens mij. Nou, daar is je zeker zitten. Je hebt nog wel eens dat eigen denken van ik moet die plaats waar, ik moet dan voorzichtig gaan rijden en die ballen moeten blijven liggen. Maar ja, dat doet hij zeker niet. Maar dan moet ik niet zeggen, ik moet doorgaan, ik moet doorrijden. Ik heb al bij hindernis 4 uitgekomen en daar stuurt ze feilloos doorheen. En dan is die hindernis al sturen naar voor nummer 5 toe. Ja, en dan gaat ze door en dan gaat hij ook, ah ja, dat is heel kort te draaien. Ze draait tussendoor. Ik weet wel een balkje vanaf, dus dat gaat daar een strafpunt opleveren. Dus nu weet je dat ze voor de rest van mij schoon houden. Nu moet je snel draaien, want die is wel heel kort naar die A-poort toe, hè, dat bij de hindernis. Maar de andere weet dan nog een blokje rondreden. Ze draaien zij eigenlijk in de hindernis 5 poort al en draai dan om. En ze blijft dicht langs die palen. En dicht langs die palen, dat leven weer tijd weer stop, hè. Dat leven weer secondes op. Ja, prima. En we zien hier de vervoerbouwer, die is vervolgens alweer in de eerste baan, zojuist een balletje vanaf heeft gereden, herstellen. En ik denk dat Ties heel erg tevreden kan wezen over het vervoer wat hij neer heeft gezet. Want hier kan opgestreden worden. Kijk eens hoe kort dat het daar aan zit. Jij hebt daar aan de koers van aan het kruis. Nu zijn we benieuwd wat dat geworden. Ja, net als ook een paar balletjes, dat was wel heel snel, hè. En nu gaat het erop. Nu gaat het erop. Kijk, hier is die volle galop. Gaat ze daar vlak van hier in de heen. Omweg naar boven voor werk. Het moet er staan. Dat is er aan. Ja. Hartstikke goed gesteden. Jullie applaus. En dan zie ik Anneke even neeschudden en denk van, oh, daar was dat laatste stukje, wat dat toch moeilijk is. Anneke, en het is zo'n strijd, en je wil de snelste der rassen zijn. En dan denk je, ik wil laten zien hoe snel die van mij zijn. En ze zijn super snel, ze zijn super wendbaar. Ja, en dat heb ze prachtig geprobeerd hoor. Maar ja, helaas, die twee balletjes worden erbij gerekend en dan komt de tijd op 1.33.35. En daarmee is ze in deze match echt iets langzamer dan de Jetten. Maar goed, het totaalklassement gaat over twee manjes en dat moet dadelijk nog opgemaakt worden en daar moet nog voor gerekend worden. Ja, kijk, je kan duidelijk zien dat de Jetten al een beetje losgereden heeft. Een mooie ronde draf. Wij gaan natuurlijk weer proberen om daar prachtig doorheen te gaan. En het blijft genieten van die mooie zwarte parels van het noorden. Onze
echte Friese paarden. Op de poort is BDE-tijd. En zie dat verschil met de eerste markt, hè. Dit loopt, dit kaart, dit rol. En dan kan je ook zien hoeveel dat zo weinig en zo paard gaat. En dat is dan weer een keer op de omgang. Helemaal de rijke onderdeel. Dat is natuurlijk helemaal die drukte. Die op de Royal Caribbean. Ja, en dat is knap gedraaid hoor. Want daar hebben we net dat beloeders van de korte bocht aannemen. Maar we zien dat met de fiets hetzelfde gebeurt. Dan wordt het kort gedraaid, dan wordt het korter ingereden. Dan gaat hij naar de volgende voor toe. Ja, dat is natuurlijk met die pony wat makkelijker. Pony's, dan kan je kort door de hindernis heen draaien, dan kan je snel door de hindernis heen draaien. Met de paarden, hè, dan moet je dat lijn ietsjes anders uitnemen. Maar hij doet het mooi hoor, want hij neemt eigenlijk nagenoeg dezelfde lijn als die pony's. Nee, hier moet hij dan heel even corrigeren, ja, want anders had hij door de verkeerde poort heen gegaan. En hij wil natuurlijk niet dat hij dat moet herstellen en dat als strafpunt op gaat leveren. Hij wil daar feilloos door gaan heen rijden. En dan gaat hij hem over de groep op aanleiding gegeven. Dat mag ook, hè. Zo'n groep is een heel belangrijke kant in de wedstrijden. We hebben de rijder en de pijl, terwijl de manager die de paard aan het sturen is. Maar we hebben de groep die houdt het rijtuig in evenwicht. En die geeft aanwijzingen en waar eventueel heen gereden moet worden. Jawel, en ook het span, het vriezen, dat zien we hier door de poort heen gaan. Ooit terugdraaien en dan door zeven heen. En dan weten we, er zit de hindernis op. En dan gaan we naar het laatste gedeelte van het parcours. En dan zijn die paar lastige hindernissen. En dan dat lange, stelle stuk. Ja, en dan net iets te dicht langs zo'n kegel. En ze hebben maar zo'n 20 tot 30 centimeter afstand tussen die poorten. En ja, dat is kort, hè. Dat is heel erg kort. Goed, gaan we door naar poort nummer 10. En dan weg naar de laatste. En dan zullen we zien, hij zou ze waarschijnlijk nog ietsjes aanmoedigen om vlot door die laatste poort heen te gaan. En dan denken we dat we hier hebben kunnen kijken of dat weet ik wel zeker. Een prachtige prestatie van dit onervaren span dat hier vandaag hun debuut maken. Jullie applaus. En dan gaan we dadelijk kijken wat er weer aankomt van Debbie, Reggie en Luc. Die zijn hier ook. Want we gaan daar kijken naar de Brabant span. Ze doen mee aan wedstrijden voor paarden zwaarder dan 650 kilo. Dat ze ook die wendbaarheid, kracht en power laten zien wat er in die paarden zit. Ja, dat gaan ze zeker doen, hoor. Dat gaan ze zeker doen. Want ook voor hun benenmarkt. En dat is het voordeel, dan weet je wat er gaat. Hoor je, en dat zie je vaak gebeuren. En dat is het eerste dat er dan eventjes een concentratieverliesje is. En dan gaat het bal vanaf. Maar goed, je hebt nog een heleboel goed gedaan. Dus je kan hem weer halen. En een machtig gezicht, of niet, hè? Van die zware paarden die daar als veertjes zo dicht door die hindernissen heen gaan. Ja, we doen maar even een pasje opzij. Dat inderdaad zijn de hele paarden. Kijk, en dit is weer een hele nieuwe benadering. Hè, om naar die hindernis voor 5 of 6 toe te rijden. We hebben net natuurlijk gezien dat er een paar tussendoor gingen. Hij zegt, ik heb sterke paarden, ik heb krachtige paarden. Dus we doen het aan de kochtenet van de opmars in mijn 5. En dat maakt het ook zo leuk, want dat mag met een aangespannen rijden. Hè. Als je zo samengesteld de hindernis hebt, zoals nummer 6 is, en die dus niet de nummer is maar de letters, dan mag je een vrije route rijden als je al die letters maar in de goede volgorde rijdt. En de rode bordjes steeds aan de rechterkant houden en de linkerbordjes. En de witte bordjes steeds aan de linkerkant. Ja, en dan dicht langs die palen rijden om geen meter te veel te rijden. Maar ondertussen wel zo verder vanaf blijven rijden. Dat die ballen daar natuurlijk blijven liggen. Want die ballen, dat zijn die kostbare secondes. En 5 secondes, dat is echt heel veel. Probeer dat maar eens in te halen. Nou, we zien hier gaan door hindernis nummer 8 heen. Dan kort draaien en dan blijft dat lekker doorlopen. En zie die wielen daar in dat zand snijden. En zie het opstuiven. En dan weg naar het laatste stuk. Het laatste stuk en hij zegt, kom op jongens, ingelopt. Laat zien dat jullie trekbaarder zijn. Laat zien dat jullie koud moeten zijn, maar wel heel wat in je mars hebben. En daar gaan ze. Hij moet ze er even bij sturen. En dan weg naar die finish. Ja, daar is hij. En daar gaat hij. Over de finish heen. Jullie applaus. 1.45.48 en volgens mij 2 balletjes. Dus maak 1.55.48. Rosa's geëindigd op de eerste plaats. Een groot applaus, dames en heren, hier in het publiek rondom Animal Beach. En op de tweede plaats gaat de opstellen ons van Shetlanders. Jan Riks met Anouk. Ja, en dan gaan we naar de derde plaats. En dan waren onze veldponies. En die waren van Berry.
En dan gaan we door. Op de vierde plaats zijn we in deze competitie de trekpaarden van André Beggers. En op de vijfde plaats, maar zeker niet minder daarom, het debuut hier vandaag van Hans Jacobs met zijn van Friese paarden. En dan gaat hij hier netjes opstellen voor de VIP-tent. Paul van Geloven die staat al de aanwijzingen te geven en die zal dadelijk ook zorg dragen voor de prijsuitreiking. Voor deze bijzondere menwedstrijd hier op Royal Canin Beach. Bijzonder omdat we gekeken hebben bij de strijd der rassen wie het snelste zijn. Het mennen, de tweespan, toch een aardige moeilijke discipline. En met name ook als je kijkt naar de Friezen, de eerste keer dat ze doen en geaard worden en gekroeld worden omdat ze het zo goed gedaan hebben zo'n eerste keer. De hoed van Paul gaat af bij de felicitaties voor de eigenste prijs van Anneke Krepers die gewonnen heeft met haar Appaloosas. De bloemen worden overhandigd, de eer wordt sowieso overhandigd en natuurlijk een keihard applaus van al het publiek rondom Royal Canin Beach en met name ook uit de VIP-tent. Dank u, dames en heren. Een applausje van Babi, jongens.